Mama wegpakken? Een hele goede morgen. Jordi was vandaag alweer vroeg op. En we hebben alweer gespeeld. Ik heb ook het Radboud even moeten bellen, want morgen heeft hij een dagopname. In verband met zijn neusverkoudheid. Want ik weet niet wat de criteria zijn. Hij is verder niet ziek of zo, alleen echt neusverkouden. Jullie zien het, hij heeft genoeg praatjes. Hij is ook verder niet ziek. Maar als je onder narcose moet, dan moet je wel griepvrij zijn, zover ik weet. En ik weet niet of ze dit als probleem gaan zien. Dus daar heb ik ook al mee gebeld. Daar heb ik ook al van alles gevraagd. En dan hebben mij ook van alles gevraagd over hoe Jordi eraan toe was en alles. Maar over het algemeen, hij voelt zich eigen verder gewoon prima. Hé jongen? Ja. Ja. Oké. En nu gaan we een fruithapje doen. Ik ben ondertussen ook met van alles bezig hier. Nog aan het opruimen. We zijn gisteren een heel eind gekomen. We hebben zijn grondbox alweer terug kunnen zetten. De mat terug in de woonkamer. En dan heb ik allemaal, hebben we allemaal kunnen stofzuigen en dweilen en doen. Ik ben nu nog met de keuken bezig en dat soort dingen allemaal. En nu gaan we dan even fruittapje geven aan Jordi. En dan ga ik daarna weer verder. Jongen. Lekker zo'n natte. Lebben van jou. Dan ben je toch een leuk stuk, hè? Ja, een leuk stukje. Ja, kun je nagaan. 2 jaar geleden lag je bij papa of mama in de armen. En dan waren we nog steeds niet van de schrik bekomen dat hij zo vroeg was geboren. Hé, jongen? Ja, nee, toen lag je al in het Radboud, volgens mij. Want hij is een paar dagen na zijn geboorte is hij naar het Radboud verhuisd, omdat er iets met zijn darm aan de hand was. Nu weten we wat er aan de hand was. Maar dat wisten we toen nog niet, hè? Nee. Dus nu gaan we een fruithapje doen. Is dat goed, Jordi? Hij heeft niks te willen. We gaan gewoon een fruithapje doen. Zo. Jordi heeft inmiddels geslapen en is weer wakker. Ja. En we gaan een soepje eten. En ik ben ondertussen video aan het uploaden. Ik heb van alles alweer gedaan. Ja. Ja, ja. En ik moet nog heel veel doen hoor. Morgen gaat gewoon door de operatie. Deze, het is niet zeg maar ernstig dat hij neusverkouden is alleen. En het is ook maar een korte operatiemoment. Dus het is niet zo zeg maar dat hij helemaal geen verkoudheid mag hebben. Liefst natuurlijk niet, maar ja, hè. Maar in ieder geval, morgen gaat de operatie dus gewoon door. Wat ze dan gaan doen is gewoon kijken of dat zijn het stukje wat in september geopereerd is, dus wat eruit is gehaald en aan elkaar vastgemaakt is, was de vorige keer gekrompen. Dus daarom kon hij geen ontlasting daardoor krijgen. En dat kan hij nu inmiddels wel. Zit er nog iets in je keel? Zijn ondertussen ook zijn soepje bezig, maar hij is niet zo dol op soep nu, op dit moment. Maar dat gaat dus gewoon door en ze gaan nou kijken of die verwijding, of dat goed geholpen heeft. En of dat nog een keer nodig is. Dat is eigenlijk het enige wat ze gaan doen en of ze nog iets raars tegenkomen. Ik ga er vanuit van niet, maar hè, dan moeten we dus morgen om 9 uur zijn. En we gaan even kijken hoe dat allemaal gaat lopen natuurlijk. Ik ga dat alleen doen met Jordi. Niels, die is gewoon werken. Dat is eigenlijk een beetje de planning. En ik ben voornamelijk vandaag bezig met jouw verjaardagzooi opruimen. Ja. Maar goed, ik ga heel eventjes verder met hem een soepie doen. En in ieder geval dat hij toch genoeg vocht nog weer binnen heeft gehad, want dat is wel heel belangrijk. En dan gaan we gewoon even kijken hoe alles weer gaat lopen vandaag.
Ik was straks nog heel positief. Jordi gaat morgen gewoon de OK in, enzovoorts, enzovoorts. Snottert een beetje. Ik was helemaal positief. Jordi is gewoon goed naar bed toe gegaan. Heeft gewoon zijn flesje gehad. Ik lag nog even op de bank, want ik had even last van mijn buik. Ik zeg tegen Niels van, nou, dan leg jij hem in bed en doe maar. Ik zeg, want dan kan ik even rusten. Ik zeg, en dan ga ik daarna weer aan de gang. Nou, alles is zo gegaan. En hij wordt om 8:30 of zo wordt hij wakker. En ik hoor al aan zijn zeuren. Mee, mee, mee. Dat ik trok al zoiets van. Dat klinkt niet helemaal goed. Want meestal als Jordi wakker wordt of zo, dan is het schreeuwen. Gewoon mee, dat. Het valt nou nog mee dat Niels zegt wat. Hoe? Maar goed. Ik heb hem uit bed gehaald. Ik had zoiets van, nou, oké. Gekriebeld, hij lachte niet. Dus toen had ik al zoiets van, gevoeld. Hij was echt warm. Gaan we koorts meten. Koorts gemeten. Toen zat hij op verhoging. Nou, zet pil erin. Zet pil eruit. Zet pil er weer in. Uiteindelijk heeft hij even bij mij gezeten. Daarna bij Niels. Ik heb de afdeling gebeld en het verhaal uitgelegd. En hij is dus gelijk van de lijst afgehaald, omdat de verhoging al niet goed is. Dus dat ging al niet door. Toen, op een gegeven moment, zei ik tegen hem van, hij heeft gepoept, dus hij moet schone een luier aan. Nou, zijn we dat gaan doen. En toen kitste hij alles uit. En toen ben ik maar met hem de douche in gegaan. En nu ligt hij bij papa. Ligt hij even tot rust te komen. Hij is volgens mij al wel iets vrolijker. Daarom durf ik hem nu op beeld te zetten. Maar, ja. Hij ligt nu bij papa lekker. Hij is in ieder geval niet lekker. Dat kun je aan hem zien, want hij heeft echt glazige ogen. Ik weet niet of dat beeld terugkomt. Maar, ja. Gaar, een manneke heeft ook de griep. Iedereen bij de familie van mijn vader heeft nou dadelijk de griep gehad. Tenminste, bijna iedereen. En Jordi, die komt er nu ook aan. Ik, nog niet. Ik hoop ook niet dat die komt. Ik hoop dat die wegblijft. En ja, verder gaan we het wel zien hoe het loopt. In ieder geval, morgen gaat de operatie niet door. Dus moet ik op een andere datum wachten. Het is niet een ramp. Want het is een controle, toch Niels? Mm-hmm. Ja, het gaat de laatste tijd eigenlijk best goed met poepen. Ja, het gaat de laatste tijd best goed met poepen. Dus het is gewoon een controle. Niks ernstigs. Maar ja, we hadden hem toch liever door laten gaan. En dat we zeker wisten dat alles 100% goed was. Als dat we het nou niet 100% weten. Maar goed. Wij gaan... Niels en Jordi gaan nog even verder bank hangen. Ik ga ook gewoon mijn dingetjes doen. En... ja, kijken wel hoe het gaat lopen. Een hele goede morgen. Ja, hoe is het met jou? Hoe is het met jou? Hij is gisteravond is hij tegen 12:00 in slaap gevallen. Met heel veel moeite. En hij heeft eigenlijk heel de nacht doorgeslapen. Ja. Omdat hij gisteravond heeft hij ook nog overgegeven aan de hele zooi. En omdat hij dus koorts had. Want hij was op een gegeven moment richting de 39 aan het gaan. En we hebben hem toen zonder slaapzak in bed gelegd met een deken. En ik ben verschillende keren vannacht uit bed geweest om even te gluren bij hem. En even zijn tekentje weer goed te leggen. Zodat hij het niet heel koud had. En hij heeft eigenlijk heel de nacht wel doorgeslapen. Het is nu 9:50 en hij is nou net, ik denk een 30 minuten goed wakker. Dus hij heeft best goed geslapen in principe. Het is wel zo dat ik merk, hij is niet lekker, maar hij kan nog steeds lachen. Hè? Je kan nog steeds lachen, hè? Ja, je kan nog steeds lachen. En
En zolang hij dat nog kan, is het goed. Overdag is meestal dat kindjes iets beter voelen dan 's avonds. Ik heb hem nu geen zetpil gegeven, maar ik heb wel vloeibare paracetamol gegeven. Ook in verband met het feit dat hij toch nog steeds wat angst heeft voor zijn kontje. Zolang hij het binnenhoudt, krijgt hij geen zetpil, krijgt hij gewoon lekker alles via de fles. Want ik weet dat het een issue voor hem is. En ik wil niet van voren af aan moeten beginnen. Dus dan gaan we dat ook niet doen. Zijn operatie gaat dus niet door. Daar wordt gewoon een nieuwe datum voor geprikt. Want ja, hè. En hij voelt zijn eigen wel iets beter. Maar ja, meestal is het bij de kindjes toch 's avonds, hè. En als Jordi koorts heeft 's avonds, dan is het een groot drama voor hem. Want dan doet hij zeuren. De hele tijd doet hij het. Dat doet hij nu niet, dus hij heeft geen koorts in die zin. Hij heeft wel iets of wel verhoging, maar het is niet zo dat, dat het zeg maar slechter is. Ja. Hé jongen, wat ga je hem aan doen? Zit je naast mama? Ja. Dus ja, het is even allemaal afwachten. Ik heb bijna niet geslapen, hij heeft lekker geslapen, dus daar gaat het om, hè. Oh. Wij vandaag echt helemaal thuis, hè. Misschien dat we toch nog even naar de winkel gaan, maar dan kijk ik vanmiddag heel eventjes hoe het met hem gaat. Als hij zijn eigen niet goed voelt, dan gaan wij sowieso niet naar buiten. Hé, hey, jongen. Ja, wat doe je op een ochtend als je kindje niet lekker is? Niet zo heel erg veel eigenlijk. Ja, ik heb wel wat meer gedaan. Ik heb voornamelijk geknuffeld met Jordi. En hij heeft wel zijn fruithapje op. Die is tot nu toe ook nog binnen gebleven. Nu zijn we zijn flesje even aan het doen. Het is allemaal wel iets later vandaag, omdat hij ook natuurlijk wat langer heeft geslapen. En hopelijk gaat hij dadelijk dan heel even slapen. Ik heb weer een paracetamolletje in zijn flesje zitten. Zodat hij in ieder geval een spiegeltje even opbouwt. Dat is wel vrij belangrijk. En dan ga ik nu even verder zijn flesje geven. En zorgen dat hij zo lekker zijn bedje in gaat. Deze kleine guppy heb ik net wakker gemaakt. En ik heb hem heel even een flesje gegeven. Want soep is op dit moment denk ik iets te zwaar voor hem. Want hij laat wel echt duidelijk merken dat hij niet lekker is. Hé, jongen? Aan mij laat hij het dan duidelijk merken. Ik denk dat hij zo'n 3,5 uur geslapen heeft. Dus dat is in principe goed. Hé, jongen? Hij wil ook zijn bril op dit moment niet op. Zo min mogelijk, in ieder geval. Hè, vind je? Ja. Zit je lekker zo bij mama? Lekker zitten, hè? Ja. Vind je toch? Ja. Met zijn snotterneus. Hij is echt niet lekker. Maar gelukkig nog niet zo, zeg maar, dat het niet handelbaar is. Want die tijden hebben wij ook gehad. Dat het gewoon niet te doen was voor hem. Maar op dit moment is het gewoon een griepje. Ik maak me eigen verder ook niet in die zin zorgen. Tenzij hij iets anders gaat vertonen. Ja, want hij kan nog steeds lachen, hè. Hoe ziek dat jij ook bent. Ja. Je hebt wel momenten dat je nog steeds lacht, hè. Het is ook niet zo dat hij nu koorts heeft. Hij heeft gewoon lichte verhoging. Dus, ja. Hé, jongen? Ja. Oh, mijn ventje toch. En hij doet graag naar de lichtjes in de kerstboom kijken. Ja, lichtjes in de kerstboom, hè? Oh. Ja, mijn zetje. Oh, oké. Nou, ik ga nog even verder kroelen met deze kleine druif. En dan
is het alweer bijna tijd dat papa thuis komt, hè? Want mama moet ook eten maken. Ja. Zo, Niels die kwam straks thuis. Toen was hij ook ziek. Niels filmt dit nu ook heel eventjes. Want ja, hij wil nou niet op de camera natuurlijk, want die is ook echt niet lekker. En Jordi die heeft inmiddels gegeten, heeft straks ook een beetje gespuugd. Maar dat was meer omdat ik hem oppakte ineens. En nu krijgt Jordi de fles en gaat hij zo lekker naar bed. En ik hoop dat Niels ook zichzelf wat beter voelt nadat hij de hele wc vol gekitst heeft. En ja, gaan we maar afwachten hoe het zieke boeg hier gaat verlopen. Ik hoop dat ik het niet krijg in ieder geval. Nou, alvast namens Jordi wel rusten. En ik weet nog niet of ik straks nog iets wil filmen. Maar voor nu is het eventjes Jordi naar bed krijgen. Goedemorgen. Dan denk je, huh? Goedemorgen. Ja. Gisteravond ben ik de hele avond nog op kant bezig geweest met Jordi. Die wou niet slapen. Niels is ziek. Dus ja, die kon mij niet echt helpen daarmee. Dus ik ben vergeten de ups en downs af te sluiten. Dus dat ga ik bij deze doen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende ups en downs.